Nu we het toch over Joy hebben. Jij bent in Venlo geweest. Ja, ook een geweldige Joy. En je hebt de stemming gepeild daar bij de PVV. Ja. Wil je dat we eerst even gaan kijken? Nou, misschien is het goed om even het filmpje te kijken wat we gemaakt hebben. Ja. 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 Er is een hoop gedoe bij de PVV. Kandidaten op de lijst zijn ongeschikt. Verkiezingspolls vallen voor het eerst tegen. Wat is er aan de hand? Mag je wat vragen? Mag je wat vragen? Je moet er zelf. Ik praat niet over collega's, dus dat moeten die mensen zelf vragen. Oké, Frits, bedankt. Meneer Wilders, mag u wat vragen? Nee, dankjewel. Echt niet? Er zit er weinig anders op om naar Venlo te gaan, de hardlens van de Geert Wilders achterban. Johan van der Berken, PVV-sympathisant. Ik ben bang voor LPF-toestanden, Bart. Dat we dadelijk stemmen om met z'n allen op de PVV. Hij haalt 70% van de stemmen en 2 maanden na de verkiezingen valt die partij uit elkaar. Je moet je best doen, wil je hier een hoofddoekje tegenkomen? Wie eerst een hoofddoekje spot, krijgt een tientje. Ik heb hem. Het eerste hoofddoek. Jij wint 10 euro. Ze zullen zich moeten bewijzen. Hoe kun je nou iemand ergens de gronden gaan nemen of gaan zeggen van hij is niks waard als hij zich niet bewijzen kan? Dus nog een woord, Theo. Als het dadelijk 9 juni is, stem jij op het PVV? Ik stem PVV. Hoe het ook zij, in het Stammencafé in Venlo houden ze de moed in. Bart, kom je nou iets meer te weten over de PVV en de achtergrond van Wilders als je in Venlo bent geweest? Nou, je zag dat in Den Haag het in ieder geval niet opschoot. Nee. Dus ik moest wel naar Venlo. Ik bedoel, kom je er iets meer te weten? Nou ja, ik heb dus daar met PVV-sympathisanten gesproken, verkeerd, een dag lang. Ik moet zeggen, met veel genoegen. Een filmpje zien met name Johan van der Berken. Mm-hmm. Dat is een ex-beroepsmilitair, heeft gediend in Bosnië, Srebrenica. Daar ook het een en ander meegemaakt. Een maat die dood naast hem ligt, doorzeeft. Hij is nu heftruckchauffeur. En een PVV-sympathisant. En ook in dat café, dat zijn stamcafé wat we net zagen. Ja, dat is daar komt menige PVV-sympathisant. Ja, maar wat we daar nu net zagen was dat ze wel op Wilders stemmen en PVV-aanhanger zijn. Maar eigenlijk de forse ideeën over hoofddoekjes en wat iets meer zijn niet ondersteunen. Ja, nou, er zit iets inconsequent in, of niet? Nou, ja en nee. Het punt is inderdaad, dat was een van de eerste die ik daar ontdekte, was dat het hele hoofddoekjes-issue inderdaad in Venlo eigenlijk nauwelijks speelt. Zoals Johan op een gegeven moment tegen me zei, kijk, een hoofddoekje, daar liep mijn moeder mee. Johan kwam uit een arbeidersgezin, waar wij ook waren, is een arbeiderswijk, dat is Venlo-West. De mensen hebben daar een beperkt budget. Vroeger in ieder geval sowieso. Dus moeders die geen geld voor de kap had, omdat pa niet genoeg binnenbracht, die deed om dat haar te camoufleren een hoofddoekje om. En je kan hem wel herinneren, jullie allemaal niet, maar wij mochten de tijd nog. Ik bedoel, toch Paul? Ja, zeker. En ook al langer mee, niet waar, dat onze moeders nog inderdaad, als het regende, een hoofddoekje zo onder zich knoopte. Niks aan de hand. Een derde van de Nederlandse huisvrouwen liep daarmee op straat. Was niks aan de hand. Dus dat is helemaal geen issue in Venlo. En ik geloof ook niet daarbuiten. Want een issue is in Venlo bij de PVV-mensen is, en dat is wel een belangrijk punt natuurlijk, wie gaat de crisis betalen? Wie krijgt de rekening van de recessie? Want Johan en PVV-sympathisanten zeggen, ja, allemaal leuk en aardig, maar mijn vader en ik moeten dadelijk werken 2 jaar langer voor onze AOW. Wij hebben die crisis niet veroorzaakt. Dat zijn de jongens van de financiële wereld. Die zien met bonussen weglopen, met grote privéchauffeurs. En daar gebeurt eigenlijk weinig aan. Er wordt sorry gezegd, nog een keer sorry gezegd. Maar er wordt niet afgerekend. De rekening komt dus in Venlo West bij die arbeiderswijk. En dat geldt natuurlijk in hun beleving maar dan voor bij heel de, veel. Ben je bij de SP ook? Bij de SP ook in goede handen. Dat is een aardig punt wat je daar zegt. Het punt is dat inderdaad een aantal jaren geleden, zoals je weet, 2006, de SP 35 zetels won met de kreet stem tegen stem SP. Maar in het proces dat daarna gevolgd is blijkbaar de sympathie van de PVV, of laten we zeggen, de sympathie van de tegenstemmer, van de, je moet ze uit moeten zeggen, van degene die met onvrede zit, met wantrouwen zit. Mm-hmm. Die sympathie was misschien begin van deze eeuw bij de LPF, is verschoven naar de SP en ligt nu bij de PVV. En dat is een ander punt dat ik constateerde, is er is een hele grote groep kiezers, je kan zeggen, Geert Wilders, een hoofddoekje zo, ik kan het allemaal bagatelliseren, maar het is een feit dat in een
politiek een hele grote groep van kiezers is die structureel ontevreden is en structureel wantrouwen koestert jegens de politiek in Den Haag. En de bestaande politieke partijen, voor niet aangesproken hier, maar het is natuurlijk wel zo, die kunnen blijkbaar niet, zijn blijkbaar niet in staat om die onvrede te vertalen op een manier dat die mensen zich vertegenwoordigd voelen in de politiek in Den Haag. Dat is wat ik in feite ontdekte. En dan kom je uit bij de PVV. U wou het zeggen, meneer Van Rijn? Nou, nee, maar ik herken het wel dat het natuurlijk één feest van wie kan zo extreem mogelijk zijn aan het worden is. En dat de ratio, de reden gewoon totaal ontbreekt. Ja, maar dat is eigenlijk niet wat hij zegt. Nou, wel bij de politieke partijen, maar niet bij het volk. En dat is inderdaad wel bijzonder. De mensen in Venlo, om even daarbij te beperken, maar dat geldt ook voor heel grote delen van, ook van de grote steden, die eisen van die AOW en van minder huursubsidie, weet je, terwijl dan kan wij, dat is een veiligheid op straat. En we bij de gezondheidszorg staan we in wachtlijsten. Dat zijn eigenlijk helemaal niet zulke rare. Natuurlijk niet. Wie betaalt de rekening van de crisis, is natuurlijk de vraag die je moet stellen. Maar hoe kan het dan dat die mensen naar de partij van Geert Wilders lopen in grote getalen, uit onvrede, niet per se vanwege die hoofddoekjes, zoals Bart zegt. Ook in Volendam tijdens de Europese verkiezingen was de PVV de meest populaire partij. Je vindt daar veel hoofddoekjes, maar dat zijn gewoon van die Volendamse vrouwen die zich niet weten te kleden. Maar hoe kan dat? Ja, ik was zelf in het najaar in Venlo. En daar ook met gewoon mensen die ik op straat tegenkwam gesproken. Mensen hebben dan het gevoel dat het... Dat ze niet vertegenwoordigd worden. Dus die zeggen, ja, weet je, ze doen maar daar. Ja. Maar ze, ja, dat zijn wij, weet je? Ik bedoel, als ik op iemand stem, dan is dat omdat ik denk, diegene die behartigt mijn belangen. En diegene, die wil ik gewoon zien, daar wil ik mee in gesprek, daar wil ik inderdaad het gevoel van hebben. Tuurlijk, niet alles kan, maar ik wil dat die persoon gewoon pal voor mijn belang staat. Maar die mensen voelen zich met name vaak, want er is ontzettend veel agressie tegen de Partij van de Arbeid. Die mensen voelen zich door die Partij van de Arbeid in de steek gelaten. Die zijn echt boos op die partij. Ja, nou, ik heb daar ook een aantal heel boze mensen ontmoet, dat is zo. En die zeiden van, wat hun punt vooral was, dat ze zich te weinig herkenden in de mensen. Nou ja, van alle partijen overigens. Dus ik denk, dat geldt voor ons, geldt ook voor anderen. We hebben misschien ook veel te lang, veel te veel achter die bureaus gezeten. Als je een wethouder vraagt, wat heb je nou gedaan? Wat voor besluit heb je genomen vandaag? Wat ergens toe doet? 10-1 dat zo'n wethouder zegt, met alle respect, ja, we hebben vandaag het vierde kwadrant van het zevende projectplan in de derde as goedgekeurd. Ja. Wat hij heeft gedaan, is gewoon een nieuw fietspad aangelegd. Mm-hmm. Weet je, en ik weet wel, je moet het niet simpel maken, want daarmee haal je het vertrouwen van mensen niet terug. Maar het gaat daar ook over. Het gaat ook over de stoeptegel, het gaat ook over de fietspaden. Het gaat natuurlijk ook over wat voor land wil je, maar mensen willen daar wel wat van zien. Ja. En daar gaan de verkiezingen straks ook echt over. Wie betaalt die rekening? Leiderschap. Daar gaat het ook over. We kunnen met z'n allen wel door Venlo of Heerenveen of wat dan ook gaan lopen. Maar het gaat erom dat je iemand voor ogen hebt waarvan je denkt, die gaat het land leiden. En daar stem je op. En die hoeft heus niet al die straten rond te lopen. Sterker nog, beter niet, denk ik. Nou ja, weet je, het een vind ik, maar goed, dat is een opvatting. Het een kan niet zonder het ander. Hoe kan ik nu een goed politicus zijn als ik alleen maar me opsluit in allerlei gezelschappen en niet gewoon aanklop, de moeite neem om aan te kloppen en naar mensen te luisteren, te horen wat ze te zeggen hebben en kijken wat we samen kunnen doen. Maar wat zijn de tips voor Geert Wilders dan? Want wat zeggen die mensen in Venlo omdat Geert Wilders, want die zitten, die moeten weer een beetje uit het dal krabbelen. Ja, de polls zijn voor het eerst sinds lange tijd zijn eigenlijk slecht voor de PVV. Ik bedoel, ze dalen in de polls. Ja, wat de mensen in het Stamcafé zeggen in Venlo, dat is inderdaad die hoofddiscussie. Laat dat nou maar even zitten. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. En kijk nou gewoon naar waar het om gaat. Namelijk ze in Den Haag, coalities, water bij de wijn, slappe besluiten of geen besluiten. Of weer een commissie en weer uitstel en weer nader overleggen. Weer een rapportage, nog een commissie noemen. Of een parlementaire enquête. Nee, iemand die, kijk, die geloofwaardig is en die betrouwbaar is. Zo iemand waar je in kan geloven, die de boel niet verneukt, die de boel niet vernaait. Niet er zit voor zijn eigen belang, niet om zelf een grote jongen te worden, maar die doet voor de mensen die het niet makkelijk hebben. Dat is, en als ze daarin kunnen geloven. En de vraag is van Geert Wilders, dat natuurlijk is voor ze. Maar goed, dat is een andere. Misschien moet de tafel van Job ook even naar Venlo. Heel graag, ja. Venlo is namelijk echt een heel bijzondere plek. Met een hele mooie voetbalclub. Voetbalclub? Ja. Nou, nog even denk ik.